Stemrecht voor 16-jarigen. Het is niet voor het eerst dat het idee opduikt in de politieke berichtgeving, ook nu weer. Aanleiding deze keer is het recente CD&V-congres waar Jong CD&V dat stemrecht op de agenda en goedgekeurd kreeg. We praten erover met de voorzitter van die jongerenpartij, wiens moederpartij meebestuurt, en met de voorzitter van een jongerenpartij, wiens moederpartij Groen in de oppositie zit. Welkom bij Actua TV. Dag, dames en heren, bij mij aan tafel Wim Sons, voorzitter van Jong CD&V, en aan de andere kant Belinda Torres-Leclerc, co-voorzitter van Jong Groen. Welkom allebei in deze studio. Wim Sons, jullie waren met Jong CD&V toch wel al een poosje aan het zeulen met dat idee. Hè? Stemrecht op 16, jullie hebben dat er nu doorgekregen op het jongste CD&V-congres. Waarom is het zo belangrijk voor jullie? Wel, we hebben inderdaad een tijdje geleden in de media al gelanceerd van het Jong CD&V. Nu is de partij ons gevolgd, samen met nog enkele andere ambitieuze voorstellen die we op ons congres hebben doorgekregen. Waarom is het belangrijk? Wel, eigenlijk zien we twee groepen, 16- en 17-jarigen. Enerzijds een aantal jongeren die oprecht politiek geïnteresseerd zijn. Ik heb ook bij de verdediging op ons CD&V-congres een aantal van die jongeren laten rechtstaan. Van kijk, hier is een 17-jarige, die wil zich graag uitspreken. Hier op ons congres kan hij of zij dat wel. Bij de verkiezing kan hij of zij dat niet. Dat is een lang kunnen, dat is wel jammer. Maar de tweede groep, en die zal groter zijn denk ik, is de groep van de nog niet zo politiek geïnteresseerde jongeren. En wij geloven dat dit een hefboom kan zijn om die jongeren een beetje te prikkelen. Van kijk, wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat zij daar meer over gaan nadenken. Dat er in het onderwijs meer over kan gepraat worden, maar ook buiten het onderwijs. Want vandaag kijkt men heel vaak naar onderwijs, dat begrijp ik ook. Maar eigenlijk moeten wij in Vlaanderen ook veel meer gewoon babbelen over politiek. Thuis, in de huiskamer, met uw vrienden op café. Daar los over kunnen babbelen, zodat we daar allemaal over bijleren. En zodat die jongeren ook politiek meer gevormd worden. En wij geloven in die zin wel ook in dit voorstel. Ja, het verhogen van die politieke interesse, is dat ook bij Jong Groen het geval? Jullie zijn uiteraard ook dat stemrecht genegen op 16 jaar. Ik zeg uiteraard omdat jullie moederpartij een jaar geleden met Ecolo al wetsvoorstellen in die zin heeft ingediend. Omwille van dezelfde argumenten dan? Ja, toch wel. En bij Jong Groen is dat zeker al een standpunt dat wij 7 jaar, als ik me niet vergis, 7 jaar innemen. Dus wij waren afgelopen zondag heel blij met het nieuws dat CD&V zo ver geraakt is eigenlijk. En dankzij een jongerenvleugel ook, denk ik. En dat bewijst ook onmiddellijk de rol die jongeren kunnen spelen in de politiek. En de kloof die vandaag de dag veel te groot is. Ja, nu, ik lees inderdaad dat sommige studies aantonen dat stemrecht de politieke interesse van 16-jarigen kan verhogen. In Leuven is dat onder meer onderzocht. Al moet ik daaraan toevoegen dat onderzoek in Noorwegen die relatie niet heeft teruggevonden. Nu goed, of die relatie nu bestaat of niet, hoeft het een probleem te zijn dat 16-jarigen niet met politiek bezig zijn, maar met andere dingen bezig zijn? Ja, ze gaan toch niet gaan stemmen. Hè? Dus waarom is het zo belangrijk dat ze dan die politieke interesse hebben? Omdat er zoveel beslissingen genomen worden over ons, eigenlijk boven ons hoofd. Zoveel zaken die eigenlijk van belang zijn op ons leven. Hervormingen die plaatsvinden in het onderwijs, jeugdhuizen die met minder subsidies komen te zitten. Dat zijn allemaal zaken waar jongeren vandaag de dag toch mee geconfronteerd worden. En als er een gebrek is aan politieke interesse, dan is dat eerder door het gebrek aan stem die de jongeren vandaag krijgen in de politiek. Dus ik denk, en Jong Groen ook, wij zijn ervan overtuigd dat als wij jongeren stemrecht zouden geven vanaf 16 jaar, samen met de vak kritisch burgerschap op school, dat de jongeren veel dichter bij de politiek zouden komen staan. En dan is het nog altijd aan hen de keuze. Maar ik hoor u zeggen, omwille van het feit dat er beslissingen worden genomen die over hen gaan. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk met een vak bijvoorbeeld op school, waarbij dat jongeren veel meer beseffen van wat dat er eigenlijk beslist wordt over hen, over de zaken die op hun leven van belang zijn, dat ze achteraf zelf nog kunnen beslissen of dat ze al dan niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar vandaag de dag hebben ze die keuze gewoon niet. Maar goed, als het stemrecht er niet is, is het noodzaker dan wel om die interesse te wekken? Maar ik geloof dat wij in Vlaanderen, dat wij in België, noodzaak hebben aan nog meer dat politiek debat ook tussen mensen. Dat mensen daar op een bewuste manier mee bezig zijn. En in die zin vind ik het een beetje een dubbele. Als ik op café kom, ik begin nooit zelf over politiek, maar mensen beginnen altijd tegen mij, want ze weten, Wim zit in de politiek. En men zegt altijd eerst van, politiek interesseert mij niet. En iemand van 16 jaar zegt dat, iemand van 50 jaar zegt dat ook. En vervolgens begint men een half uur tegen mij te babbelen over allerlei politieke thema's. Dat kan gaan over belastingen, dat kan gaan over migratie, dat kan gaan over jeugdbeleid, weet ik veel. En waarover praten die 16-jarigen dan met u? Ik kom nu net terug van een schooldebat in Geel, dus ik heb daar 7 keer een klas 15 minuten voor mij gehad, die me een aantal vragen gesteld hebben. Ik had het gevoel dat het gaat over de thema's waar ook de volwassenen
over praten. Weliswaar onderwijs is wat meer aan bod gekomen dan denk ik bij de doorsnee volwassenen. Maar bijvoorbeeld een thema dat nu helemaal heel sterk leeft, is alles rond migratie en de vluchtelingencrisis. Dus ook dat daar is een aantal keren voor mijn voeten geworpen, als het ware. Maar je merkt onmiddellijk, als je daar het gesprek over kunt voeren, een aantal argumenten kunt uitwisselen, dat we eigenlijk beide bijleren. Voor mij is dat interessant om te kijken, oké, wat leeft er bij hen? Want vandaag gaan een aantal mensen 16-jarigen misschien ook niet actief aanspreken, want inderdaad, zij hebben geen stemrecht, dus we gaan in politiek misschien soms ook minder bevragen. Dus voor mij is het interessant als politicus om te weten, wat leeft er bij die generatie? Maar anderzijds, voor hen is het ook interessant, omdat alleen al door... Je kan als politicus ook voor die generatie werken zonder dat je moet gaan stemmen, hè? Ja, maar... Het is toch niet zo dat je gaat inzetten als politicus voor een groep van het moment dat je weet van, kijk, daar kan ik misschien stemmen halen? Nee, maar het is wel belangrijk om maximaal te weten wat er bij die groep leeft. Oké, dat snap ik wel, maar moeten ze daarvoor kunnen gaan stemmen? Je kan toch ook gaan polsen wat er bij hen leeft, zonder dat er meteen stemrecht aan verbonden is? Klopt. Maar alweer, ik geloof dat door die groep stemrecht te geven, dat zij zelf meer gaan getriggerd worden om er actief mee bezig te zijn en dat dat voor ons een manier is om naar hen toe te stappen en alweer die politieke interesse bij hen aan te wakkeren. En het klopt dat wij vandaag al... dat je altijd moet informeren over elke groep en elk dossier in de maatschappij. Maar ik geloof wel dat door een stemrecht te geven, dat de kloof tussen de politiek en deze leeftijdsgroep wel een beetje gaat gesloten worden. Want inderdaad, in een kiescampagne, dat is nu eenmaal zo, je gaat minder naar de 14-jarige toe, als het ware, dan naar de 18-jarige, omdat die een kiezer is. Is dat goed of verkeerd? Is dat niet een beetje opportunistisch? Maar ik denk dat de realiteit vandaag is. Zo werkt een kiescampagne. En dat kan ik niet onmiddellijk veranderen. Wat ik wel kan veranderen, is de 16, 17-jarige een stem geven en op die manier de situatie een stukje veranderen. Geldt dat ook voor jullie? Ja, jonker. Enkel interesse in een leeftijdsgroep van het moment dat die kan kiezen? Dat heb ik niet helemaal zo gezegd. Maar. Nee, ik denk dat ook niet. Ik denk, ja, we zijn ervan overtuigd, inderdaad, als jongeren vanaf 16 stemrecht krijgen, dat de politici hun communicatie ook gaan aanpassen. Want politiek is niet altijd, het hoeft niet altijd in dure, moeilijke woorden uitgelegd te worden. En vandaag de dag is er nog een groot, denk ik, jong publiek dat soms gewoon ook niet kan volgen, denk ik, in sommige discours van sommige politici. Dus niet alleen de communicatie, maar ook hun standpunten gaan toch veranderen, denk ik, van politici. Ja. Nu, tegenstanders van stemrecht op 16, onder meer bij Jong N-VA, die er vandaag niet kon zijn. Nu, die wijzen erop dat heel wat andere rechten evengoed op de leeftijd van 18 worden toegekend. Hè. Men heeft het over gaan werken, een woning kopen, een woning huren, trouwen. Ook de jeugdrechter blijft bevoegd tot 18 jaar. Kan je die parallel loslaten? Ja, wel... Ik heb het argument ook gelezen, ik vind alleen niet het beste argument. Waarom? Er zijn een heel aantal rechten die inderdaad worden toegekend op 18 jaar, maar er zijn ook een heel aantal rechten die worden toegekend op 16 jaar. Hey, vanaf 16 jaar mag je met een brommer rijden, vanaf 16 jaar mag je naar een kinderen niet toegelaten film gaan kijken, mag je rookwaren kopen. Vanaf 16 jaar kan een jeugdrechter jou uit handen geven. Dus er zijn een heel aantal rechten die op 16 liggen, een aantal op 18. Dus ik denk dat 18 daar niet een gouden grens is. Of een, jij haalt er even goed argumenten uit om te zeggen van laat ze dan maar stemmen op 16. Wel, ik denk gewoon dat argument dat u daar aanhaalt, werkt in de beide richtingen. Er zijn heel wat rechten op 16, heel wat op 18. Dus ik denk niet dat dat een bepalende factor kan zijn. Ja, bent u daarmee eens? Ja, volledig. Die zogezegde drogreden dat jongeren, 16, 17-jarigen, nog een zorgeloos bestaan leiden, ik denk dat dat ook aantoont van een zeker gebrek met de realiteitszin. Want heel veel Is de interesse van een 16-jarige zo verschillend van de interesse van iemand die 18 is? Goh, de leeftijd 16 of 18 doet er niet zo hard toe, denk ik. Maar 16-jarigen kunnen evengoed thuis alle zorgende taak op zich moeten nemen. Zijn evengoed gyroleider. Hebben echt al verantwoordelijke taken in de maatschappij. Dus dan zouden zij toch ook mogen stemmen en beslissen over een lot. En zich voorbereiden eigenlijk op die zogezegde serieuze verantwoordelijke wereld die na de middelbare school daaraan komt. Nu, Misschien nog één punt aansluiten. Ik denk ook, 16 jaar, derde graad van middelbaar onderwijs, is ook een leeftijd dat men heel veel rond politiek werkt, in geschiedenis enzovoort. Dus in die zin is het een perfecte fase in hun leven om dat stukje te ontwikkelen. Nu, er gaan een aantal jongeren er niet klaar voor zijn en ook niet willen stemmen. Dat is ook de reden waarom wij pleiten voor stemrecht op 16 en we het stemplicht te houden op 18. Dat maakt het voorstel ook een beetje creatief, soms zeggen exotisch. Daar zijn voor- en tegenstanders van, maar dit voorstel hebben wij, van het jongste CD&V dan, zelf opgepikt bij een aantal jongeren, niet-leden. We hebben daar een jongeren 50 georganiseerd, met niet-leden die hun mening konden geven. En er waren een aantal 16, 17-jarigen die zelf zeiden van kijk, laat het ons zo doen, maakt het iets complexer, dat besef ik. Maar het zorgt er wel voor dat jongeren de kans krijgen, maar niet worden gedwongen. Ja, ik heb dat ook wel gelezen, dat u inderdaad met jongeren bent gaan babbelen. Jullie hebben dat de G50 dan genoemd. Maar die mensen die daarop zijn afgekomen,
Ik kan me best voorstellen dat dat mensen waren die sowieso al politiek geïnteresseerd waren. Dus het hoeft ook niet te verwonderen dat zij met dat voorstel komen. Ja, dat klopt. Maar je hebt dan met andere woorden niet iedereen gehoord, hè? Nee, dat klopt. Maar die jongeren hebben ook zelf gezegd, en dat is het interessante, van kijk, wij zouden graag willen stemmen, maar wij merken inderdaad in onze klasse een aantal jongeren die daar een stukje niet klaar voor zijn, daar kunnen we op werken, maar die ook echt niet willen stemmen. En vandaar net het voorstel van stemrecht en dus geen verplichting. Ja. Nu, de grondwet leert ons dat alle Belgen gelijk zijn. Je zal de grondwet misschien moeten aanpassen. Ecolo en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend. Maar goed, met een wetsvoorstel gaan we misschien niet komen. Hè. Je gaat met andere woorden die tegenstanders moeten overtuigen. Daar wil ik het straks over hebben. Maar eerst dat stemrecht. Als alle Belgen gelijk zijn, moet het dan geen stemplicht worden? Want anders ga je natuurlijk twee verschillende kiezers krijgen. Nee, we zien stemrecht vanaf 16 inderdaad ook als een mooie overgangsregel om je juist goed te kunnen voorbereiden. Ziet u dat compatibel met mensen die dan verplicht zullen zijn om te gaan stemmen en anderen die mogen als ze zin hebben? Ja, toch wel, want nu is die keuze er helemaal niet als 16-17-jarige. Dus als jij als 16-17-jarige het recht hebt om je te interesseren en te gaan stemmen, is dat een hele goede voorbereiding voor je 18 jaar. Ja, heb je dat juridisch onderzocht? Dat stemrecht en stemplicht naast elkaar kunnen bestaan? Ik heb er met een paar juridische experten over gesproken. En ze zeggen altijd van, kijk, het moet de grondwettelijke toets doorstaan. En alles staat of valt met de argumentering van, is dit proportioneel? Dus is er een gerechtvaardigde reden waarom je deze discriminatie, maar dan in de juridische betekenis van het woord, namelijk mensen anders behandelen dan anderen, want dan is het een stukje. En ik geloof dat wij dat kunnen beargumenteren, dat dit een redelijke discriminatie heet of een redelijk anders behandelen. Ja, en om het te hebben over de grondwetswijziging die nodig is, met een beetje slechte wil zou ik kunnen besluiten, van het is natuurlijk wel makkelijk om dit te lanceren, hè. Maak je een beetje populair bij jongeren. Want de kans dat dit erdoor komt is wel bijzonder moeilijk. Je moet 2/3 van de Kamer overtuigen. Het artikel dat betrekking heeft tot de verkiezingen moet voor herziening worden vatbaar verklaard. Dat is vandaag niet het geval. Is niet makkelijk om dat nu te poneren in de wetenschap, dat het toch bijzonder moeilijk is om het erdoor te krijgen. Ik ga jullie allebei laten reageren op die vraag? Ja, moeilijk is niet onmogelijk, denk ik. Hè. We hebben zeker meerderheid op Vlaams niveau van CD&V, SPA, Open VLD en Groen die voor zijn. Dus ik denk dat het wel haalbaar zou zijn. Ja, maar nog geen 2/3 meerderheid om de grondwet aan te passen. Dus je gaat nog een paar Franstaligen moeten overtuigen. Ja, en dat zal ons wel lukken, denk ik. Ja? Ja, ik hoor nog dan zeggen dat PS dwars ligt. Ja, ik denk inderdaad dat klopt dat vandaag PS en N-VA de twee grote krachten zijn die er tegen zijn. Hè. Ze zijn ongetwijfeld verbaasd om elkaar daar te vinden. Ja, en R zou het beperken tot de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, en ik zal u zeggen, de lokale verkiezingen kan een mooie opstap zijn. Hoewel dat ik geloof dat heel wat jongeren ook door sociale media vandaag misschien nog meer voeling hebben met het nationaal of Vlaamse niveau dan met hun lokaal niveau. Natuurlijk, lokaal kan men over het jeugdhuis mee beslissen en over dat soort zaken. Maar ik vermoed dat veel jongeren lokaal misschien nog eerder een minister zullen kennen dan hun lokale schepen, jammer genoeg. Nu, wat het politieke betreft, één, er is een duidelijke evolutie. Dus intussen hebben we inderdaad het voorschrijdend inzicht en dus ook nu op Vlaams niveau een Vlaamse meerderheid. Ik heb ook begrepen dat op Vlaams niveau de reglementering in het Vlaamse kiesdecreet wordt bepaald. Dus dat wij inderdaad wel op Vlaams niveau waarschijnlijk eerst de aanpassing zullen kunnen doorvoeren en dat het dan voor het federaal niveau waarschijnlijk iets later zal komen. Iets moeilijker zal zijn. Zit hier een wisselmeerderheid aan te komen? Wel, de oppositie zal ongetwijfeld zeggen dat moet gebeuren. Nu, in het algemeen wisselmeerderheden zijn iets, en daar ben ik dan misschien al redelijk grown-up. In die zin, een wisselmeerderheid is geen evidentie. Je bent wel voorzitter van die jongerenpartij die gezegd heeft, wij willen dit gerealiseerd zien. Absoluut. En wat ik realistisch acht, is dat wij in 19-1 gaan we bewaken dat in het CD&V-partijprogramma staat. En als er dan regeringsonderhandelingen zijn, dan gaan wij naar voren schuiven en dan een stukje pushen van kijk, dit moet nu gerealiseerd worden. Als hier morgen maar het hoeft voor jou nog niet in deze legislatuur met een wisselmeerderheid gerealiseerd te worden. Graag, maar we weten allemaal dat wisselmeerderheden, dat is iets dat een coalitie toch altijd een stukje instabiel maakt. Want als ik die vandaag vraag voor dit thema, gaan morgen N-VA en VLD die vragen voor zaken die mij niet aanstaan. Dus ik heb wel begrip voor het feit dat onze partij daar niet per se in zou meegaan. Daar maar heb je het ervoor over om het risico te nemen vandaag? Maar wat bedoelt u met ervoor over om deze regering te laten vallen? Dat er een andere wisselmeerderheid over een ander thema zou ontstaan? Wel, dat hangt af van die andere wisselmeerderheid, nietwaar? Ja. Ik kan mij andere dingen voorstellen waar ik van zeg van bon, als dat maar de toegift is, dan heb ik het ervoor over. Maar ik kan mij ook dingen voorstellen waar ik van zeg van bon, nee, laat ons daar maar niet in meegaan om dit er nu door te krijgen. Maar ik hoop wel in 19 dat we daar stappen kunnen zetten. Ja. Jullie zijn de jongerenpartij van een
moederpartij die in de oppositie zit. Ik kan me best voorstellen dat jullie zeggen van ja, zo'n wisselmeerderheid, doe maar. Ja, en zeker het zou mooi zijn, denk ik, als dat er door zou kunnen komen voor de lokale verkiezingen, omdat 16-jarigen juist ingebed zitten in een lokale context. En eenmaal dat die 18 worden en dan pas kunnen stemmen, veel jongeren verhuizen naar Gent, naar Leuven om verder te gaan studeren of verhuizen gewoon om ergens anders te gaan werken en wonen. En dan verlies je toch een beetje die context of moet je terug gaan inwerken in de nieuwe politieke lokale context. Dus ik denk voor de volgende lokale verkiezingen dat dat mooi zal zijn. Ja, iets anders. Enkele weken geleden heeft de Vlaamse regering beslist de subsidies voor de jongere partijen af te schaffen. En daar waren jullie allebei verontwaardigd over. Ja. Waarom waren jullie zo verontwaardigd? Goh, ten eerste, dat was eigenlijk al de dag voor of nadien dat wij verkozen waren. Dus wij zijn er onmiddellijk ingesmeten, Stefanie en ik. Je bedoelt verkozen als voorzitter van Jong ja, Groen, hè? Ja, inderdaad. En dat was onmiddellijk ja, heel hoop werk voor ons, omdat dat onze onafhankelijkheid eigenlijk van onze moederpartij wat bedreigde. En ook een heleboel jongeren wat in de kou lieten staan, jongeren die zich juist wel politiek wilden engageren. Ja, nu je zegt van het heeft ons een hele hoop werk opgeleverd. Ik mag hopen dat dat toch niet het argument is om daar tegen te zijn dat je veel werk hebt plots. Nee, tuurlijk niet. Het is gewoon heel jammer dat onze regering beslist eigenlijk om juist daar waar dat jongeren zich politiek willen engageren en andere jongeren warm willen maken voor de politiek. En je vreest je onafhankelijkheid ten aanzien van de moederpartij te verliezen als je van hun centen afhankelijk bent? Ja, deels toch wel. Ja. Ja. Ja, nochtans, er zijn ook jongere partijen, Jong VLD, Jong N-VA, die er geen graten in zien als ze elders hun centen moeten halen. Wel, ik denk inderdaad, de jongere partijen hebben daar positief op gereageerd. Voor hen is dat denk ik een ideologische reactie, want een Jong VLD kan niet zeggen we willen graag subsidies ontvangen, maar we moeten een stukje kijken naar de realiteit. Ik denk dat het goed is om kort te kaderen waarover het ging. Dus wij krijgen al een tijd lang krijgen wij als politieke jongerenorganisatie subsidies. We moeten daarvoor een plan indienen. We moeten alles bewijzen wat wij doen. En dus bijvoorbeeld in ons geval, we hebben vorig jaar een aantal duizenden vormingsuren en coachingsuren bewezen. En op basis daarvan worden wij gefinancierd. Niet op basis of dat wij in meerderheid of oppositie zitten. Wij hadden vorig of het jaar daarvoor het meest subsidie, Groen het tweede meest, terwijl zij een oppositiepartij zijn. Met een goede heeft dat te maken met ledenaantal? Dat heeft vooral te maken met activiteiten. Ja. Omdat ledenaantal, daar zijn heel wat cijfers, maar sommigen hebben gratis lidmaatschap, anderen niet, andere leeftijdsgrenzen, dus dat is een beetje een moeilijke. Maar is vooral het aantal uren alweer dat je coacht en vorming. En dus wij bijvoorbeeld organiseren een zomerrenief, organiseren een vormingsweekend in de winter, organiseren congressen met heel veel vormingsuren, met sprekers enzovoort, open voor leden en niet-leden. Mm-hmm. Dus die jongeren worden er allemaal een stukje slimmer van, als het ware. Zijn ook activiteiten rond democratie en burgerschap, in mijn ogen. Zijn ook zaken die voor een groot deel door vrijwilligers worden georganiseerd bij ons. En dat komt dan maar goed, als CD&V dit nu allemaal zou financieren voor jong CD&V, hoeft dat een probleem te zijn? Zouden die coachings er anders uitzien? Wel, maar dan komen we natuurlijk terug met het punt van de onafhankelijkheid. Dus ik geloof één dat hetgeen wat we nu deden, dat maatschappelijk relevant was en dat we dat eigenlijk zeker zo misschien goedkoper deden dan anderen, omdat we een stukje vrijwilligers konden inschakelen. Nu zal onze moederpartij ons daar een pak meer moeten financieren. Ze financierden ons al een stukje daarvoor, maar nu gaat dat veel meer worden. Gaat morgen Wouter Beke mij het zwijgen opleggen? Ik denk dat niet. Ik heb nogal een goede band met Wouter Beke. Maar gaat de volgende voorzitter, mijn opvolger, ooit onder druk zetten? Of iemand van de andere partij? Ja, wie zal het zeggen? Ik stel vandaag wel vast dat er een aantal jongere partijen zijn die durven standpunt innemen tegenover hun moederpartij. Dat er een aantal zijn die zwijgen, die zeer braaf zijn. Wij hebben daar een traditie, durf ik zeggen, van af en toe tegen die moederpartij in te gaan. Als natuurlijk uw financiering voor 90% afhangt van die moederpartij, ja, alweer een blinde ziet dat het gevaar bestaat, ja, dat daar die onafhankelijkheid wordt geraakt. En ik vind het wel zeer straf dat dan Jong N-VA en Jong VLD zeggen van kijk, bon, dat boeit ons niet, daar liggen wij niet van wakker. Ja, maar goed, ik ga het niet over hen hebben, ze kunnen zich ook niet verdedigen, want ze zijn hier niet. Maar ik lees onder meer op de site van Jong CD&V een pleidooi voor euthanasie, een pleidooi voor abortus, een kritische brief aan de paus om de kerk op te roepen haar verzet tegen anticonceptie tegen te gaan. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat sommige christendemocraten daar niet mee gediend waren. Wel, een pleidooi voor abortus en euthanasie is iets genuanceerder dan dat, maar je hebt wel gelijk dat we daar progressiever zijn als de moederpartij. We hebben ook dit weekend een paar maar goed, dingen. Dat staat dan op die site. Ja. Wat gebeurt daar dan verder mee? Het is een keer gezegd. En dan? Wel, we hebben dit weekend een congres gehad waar we een paar dingen naar voren hebben gebracht. We hebben het nu over stemrecht op 16 gehad. Misschien gaan we het nog hebben over de communautaire lijn en de mogelijkheid om terug op basis van dossier per dossier rationeel om te herfederaliseren. Mm-hmm. Dat zijn punten binnen mijn partij, maar evengoed rond duurzaamheid gaan we nu een pak verder als 5 jaar geleden. Mijn punt is, wij slagen er wel degelijk in om in ons partijprogramma, want dit is nu op CD&V-niveau, niet meer jong CD&V, om dingen te realiseren. Ja, in het partijprogramma te krijgen en op termijn blijvend te laten worden door daar wetgevend werk of beleidswerk.
sterk aan te verbinden. Doen jullie dat ook, schoppen tegen de schenen van groen? Ja, toch wel. We hebben bepaalde thema's inderdaad. Kan je een voorbeeld geven? Zo gaan wij congres organiseren rond GGO's. Dus wij hebben nu nog geen officieel standpunt daartegen of daarvoor. En dat kan, dat is mogelijk, dat wij daar een andere mening op nahouden dan groen. En iets gewilliger zijn ten aanzien van genetisch gemanipuleerde gewassen? Gewoon, dat valt af te wachten op ons congres. Dat kunnen wij nu nog niet zeggen. Zijn er voorbeelden uit het verleden die u zich herinnert? Van kijk, daar lagen we eigenlijk dwars. Daar zaten we niet op dezelfde lijn dan onze moederpartij. Goh, misschien eerder intern dan extern, want ik denk dat wij toch altijd onze meningsverschillen eerst intern proberen af te toetsen en te bespreken, dan daar onmiddellijk mee naar buiten te lopen. Ja, jullie moederpartij is natuurlijk een oppositiepartij. Ik kan me best voorstellen dat jouw collega van Jong CD&V inderdaad sommige dingen in partijprogramma's krijgt en als een partij dan mee bestuurt, dat de kans bestaat dat daar iets mee gebeurt. Voel jij je soms niet gefrustreerd dat dat bij jullie natuurlijk iets moeilijker is, omdat jullie partij, sinds Paars-Groen, eigenlijk voortdurend in de oppositie heeft gezeten? Nee, toch niet. Allee, de positie van Groen in de oppositie zorgt ook juist dat zij rapper tegen schenen kunnen schoppen en dat is voor ons, ja. Ja, jullie argumenten om dan tegen de schenen van Groen te schoppen zijn minder aanwezig. Of begrijp ik het fout? Nee, wij kunnen even gemakkelijk tegen de schenen schoppen. Ja. Misschien kan ik daar even kort op zeggen, omdat eigenlijk zijn we het over heel veel eens vandaag. Hier kan ik misschien even kritisch zijn. Ik heb heel veel waardering voor Jong Groen als beweging. Ik vind dat ze het ook wel goed doen, veel sympathie. Maar inderdaad, ik mis bij hen ook. Ik heb niet het gevoel dat jullie vaak kritisch zijn voor jullie moederpartij. Ik heb dat van vele anderen ook niet. Natuurlijk speelt daar het feit dat de moederpartij in oppositie zit. Dus ja, Groen. Ja, kan eigenlijk in haar communicatie. Groen moet geen compromissen maken vandaag. En dat is soms, dat kunnen wij wel zeggen tegen CD&V, bijvoorbeeld TechShift, je hebt te weinig binnengehaald. Wij zeggen dat dan ook, dat is bij jullie niet. Maar ik kijk wel uit om te kijken waar dat Jong Groen af en toe een keer Groen een duwtje zal geven. Vandaag zie ik dat niet. Ik zie dat bij andere jongere partijen ook niet. Waarvan de moederpartij dan soms wel in de meerderheid is. Veranderen, of veel strenger moet ik zeggen. Ja, maar goed, u bent ook voorzitter van de CD&V in Mechelen. Ja. Daar is dan niet Jong CD&V, maar de lokale vertaling van de nationale moederpartij. Ja. Wringt dat soms niet dat je dan als voorzitter van Jong CD&V dan misschien andere standpunten moet innemen dan als dat uitgangsbord van de nationale, de moederpartij in Mechelen? Wel, ik begrijp die vraag en ik heb ze ook intern al wel eens een paar keer gekregen. Wringt dat op zich? Nee, omdat ik heb mij als jongerenvoorzitter nationaal nog nooit tegengehouden geweten omwille van dat feit. Ja, maar ik ga je daarnet wel zeggen, maar een wisselmeerderheid, dat gaan we toch niet doen, want wie weet ontstaat er een andere wisselmeerderheid. Ja. Ik voel dan toch wel een rem, hoor. Maar dat heeft niks te maken met mijn mandaat in Mechelen. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat... Dat heb ik ook niet beweerd. Ah. Ik wil maar zeggen dat je toch wel best rekening houdt met wat die moederpartij zegt. Ja, maar als we het hebben over de wisselmeerderheid daarnet, dat is gewoon het politieke gegeven. Als je een wisselmeerderheid toelaat, krijg je dat waarschijnlijk terug in je gezicht en moet je dus op andere domeinen toegeven. Ja. En vandaar dan de aarzeling zeggen van bon. Oké, maar terug naar ons punt. In Mechelen ben je het lokale uitgangsbord van de moederpartij, terwijl je tegelijkertijd ook wel het uitgangsbord bent van de jongerenpartij. Ja, in Mechelen ben ik voorzitter van CD&V sinds de zomer. En het leuke daarvan is, dat is heel lokaal. Je kunt lokaal werken, je kunt er lokaal in werken. Ja, dat zal allemaal wel zijn, maar die contradictie, voorzitter van de jongerenpartij en uitgangsbord van de moederpartij. Wel, ik zal er twee dingen over zeggen. Aan de ene kant, enerzijds, heb ik daar in praktijk nog nooit een rem gevoeld om enzovoort. Anderzijds is het wel zo. Er is nu een verkiezing bij ons in maart bij Jong CD&V. Het is een van de factoren waarom ik zeg van kijk, ik ga als jongerenvoorzitter nu mijn mandaat uitdoen, maar niet opnieuw kandidaat zijn. Mm-hmm. Omdat ik ook in Mechelen actief ben. Maar eigenlijk nog eerder dan omwille van tijds- en energieredenen, omdat je daar ook enorm veel moet inpompen, dan omwille van een inhoudelijke tegenstelling. Want ik moet zeggen, die beide... Alleen, ik moet met mijn woord geloven natuurlijk, maar die botsen voor mij niet. Ja. Nu, nog één vraagje. Het federaliseren van een aantal thema's staat opnieuw op de agenda. Onder meer na dat congres van de CD&V. Maar goed, Groen heeft daar ook al op gehamerd. Hè. Christophe Calvo heeft in de Kamer ook al een lans gebroken voor het opnieuw in vraag stellen van een aantal dingen die vandaag gewestelijk geregeld zijn. Leeft dat anders bij jongeren? Staan jongeren anders ten aanzien van onze ingewikkelde staatsstructuur? Goh, ik kan natuurlijk alleen maar spreken voor Jonggroen. Mm-hmm. En daar zou ik wel zeggen dat dat debat zeker leeft bij ons. Wij hebben een heel goede relatie ook met de ecologie. Wij organiseren zoveel mogelijk dingen samen. En ik denk dat wij dat alleen nog maar meer willen. Van ecologen.
Ja, inderdaad, van Wallonië. En in de toekomst willen wij dat enkel nog meer doen. Dus, dat ligt en dan zeker concreet bij een ons. Aantal thema's. Denk aan mobiliteit. We hadden deze week het belangenconflict van de Vlaamse regering over de vliegroutes boven Vlaanderen, boven Brussel. Is dat een thema dat jou dan aanzet om te zeggen van oké, hier moeten we toch wel eens over nadenken om, of we dit niet opnieuw federaal moeten regelen? Ja, mobiliteit of bijvoorbeeld onderwijs ook. We hebben afgelopen weekend in Gent ons onderwijsweekend gehad samen met ecologie. En dan zien we inderdaad van ja, herfederalisering zou dat geen bepaalde zaken kunnen oplossen. Ja. Onderwijs ook. Leeft dat ook zo bij jullie collega's in Brussel? We hebben het er nog niet direct over gehad. Brussel, in het Brussels parlement. Want goed, ik kan me best voorstellen dat Nederlandstalige Brusselaars toch wel een ander idee hebben over het organiseren van het onderwijs. Ja, dat is waar. We hebben het er niet direct over gehad met hem. Misschien toch eens babbelen met hem. Ja. Nu, federaliseren, ook voor jou die vraag. Jullie zetten dat ook mee op de agenda, wat ook door Groen al gebeurd is. Maar de vraag was, leeft dat anders bij jongeren dan bij oudere generaties? Wel, voor alle duidelijkheid, de lijn die wij hebben is van kijk, dossier per dossier bekijken op basis van rationele argumenten. Want ons partijlijn is nog steeds, wij zijn voor een confederaal België, dus het zwaartepunt bij de deelstaten. Maar, en die correctie is wel duidelijk doorgevoerd, wij sluiten herfederalisering van bepaalde bevoegdheden niet langer uit. Leeft dat anders bij jongeren? Misschien wel. En ik heb die vraag nog gehad. En een van de zaken die ik mogelijk acht is het volgende. In de voorbije decennia is er toch een hele taalstrijd gevoerd. En eigenlijk de strijd voor de rechten van de Vlamingen, de Vlaamse ontvoogding. Dat was ook nodig, ongetwijfeld. Ik moet dankbaar zijn dat anderen die strijd voor ons gevoerd hebben. Ja, vandaag zitten we op zich in een sterk Vlaanderen. Hebben Vlamingen maar goed, gaan de jongere CD&V'ers van vandaag de erfenis van Martens van de Hanen zomaar overboord gooien? Maar de erfenis van Martens en de Hanen, dat is het systeem dat wij vandaag hebben. En grosso modo blijven we daar ook achter staan. Alweer, dat is de evolutie van België naar Vlaanderen, die een deelstaat en naar Brussel, die ook zijn redenen heeft. Het enige wat wij vandaag zeggen is van kijk, het is mogelijk, het is zeer goed mogelijk dat er bepaalde bevoegdheden zijn overgedragen en dat we op een bepaald moment vaststellen, goh, het was toch niet het beste idee om die op regionaal niveau te stoppen. En dan opnieuw in vraag stellen. En dan mogen we dat niet uitsluiten. Oké. Okay. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek. Winsons van Jong CD&V en Belinda Torres-Leclerc van Jong Groen. En uw kijker uiteraard bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.